De Wallen, de rosse buurt van Amsterdam. Hier staan honderden vrouwen dagelijks achter het raam om te werken als prostituee. Een groot deel van hen is door geweld, bedrog, chantage of slechte leefomstandigheden in deze situatie terechtgekomen. Al 30 jaar bezoeken de straatwerkers van Scharlakkenkoord deze vrouwen. Zij bieden hen hulp, een luisterend oor en perspectief. Second Step is een plek waar ex-prostituees welkom zijn, waar oprecht geluisterd wordt en waar ze hun waardigheid weer kunnen terugvinden. Een plek waar de normale dagelijkse dingen weer belangrijk worden, zoals werkervaring opdoen in de winkel, samenwerken in een team en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Een plek van hoop en herstel.